Nou, dat kan. We hebben even een verzameling gemaakt. Dit is de voorkant en dit is de achterkant. Ja, wat, dus dan kunnen we het even best laten zien. Het is echt degelijk rubber. De matten zelf bestaan uit, twee of drie laagjes. Je hebt een rubberlaag en soms heb je nog een schuimlaagje tussen. Dit zijn twee lagen volgens mij. Ja, dit zijn twee inderdaad. Zover je kan zien. Ja, er zit ook een schuimlaagje. Ja, ja, en daar bovenop zit een gekleurde toplaag. Nou, dit noemen wij de grote mat. Dus je close-up mat groot VDF. VDF is de fabrikant, Vincenzo di Fatta, daarom VDF. En dus een grote mat. En door die onderkant blijft hij ook mooi liggen, die verschuift ja. niet. Dus. Ja, dat krijg je, je kan het echt niet. Zie je, je kan het echt niet schuiven. En het drukt ook een beetje in, dus ook makkelijk om kaarten ja. oppakken of munt. En deze mat hebben we in vier kleuren. We zullen het even laten zien. Pak die grote mat. Ja. Dat is nog, gaan we nog verkeerd om. We hadden mooie volgorde gelegd, maar het komt dat deze wel licht. Dit is de rode, dat hoeven wij niet uit te leggen. Dan hebben we groen. Zie. We hebben blauw. Blauw. En zwart. En deze matten zijn, ik kan ook even zeggen, als je dat wil weten meteen, kun je ook even zien hier. Die zijn 58 bij 40 centimeter. Nou, in deze matten hebben we nog, in deze kleuren moet ik zeggen, hebben we nog een aantal soorten. Misschien een belangrijk dingetje voor te vertellen. Stel voor je gebruikt rode kaarten, gebruik dan geen rode mat. Wij doen dat wel. Wij doen het wel, maar het heeft met camera te maken. Ja. Dus om de zwarte mat niet scherp stelt. Ja. Wat ik mooi vind, rode kaarten op een zwarte mat vind ik mooi. En groen. Blauw kan eventueel ook. Maar rode kaarten kan op een blauwe mat heel mooi. Maar je moet geen blauwe kaart op een blauwe mat, bla bla bla. Ja, mag wel, maar de contrast is niet zo mooi, bedoel je. Ja, en munten kun je bijvoorbeeld mooi op deze doen. Kan ook mooi op deze. Kan eigenlijk wel allemaal mooi volgens mij. Ja, zwart zit mooi af, neutraal hè, zwart. Ik zal deze even wegleggen. Onthoud de kleuren even nog. Want we hebben dezezelfde matten ook. Die is iets kleiner. Iets kleiner, de helft. Precies de helft, zie. Zelfde kwaliteit. Maar dan eigenlijk, dus de close-up mat standaard. De maat hebben we hier ook op staan. Top, er staat nog inches op. Dat kan we allemaal omrekenen. Volgens mij staat hier een centimeter op. Ja, 40 bij 28 centimeter. Dus 40 bij 28. En die hebben ook in dezelfde kleuren. Rood, groen, blauw, zwart. Overigens, die grote versie kost 25 euro per mat. Deze, 15 euro per mat. Zeg je nou eens leuk, maar ik vind het een beetje saai. Dan hebben wij ook bedrukte matten. Ja. 17,50. Ja, 17,50. Dan, dit is even niet bedrukt, laten we het erbij zeggen. Hetgeen wat bedrukt is. En de azen. De azen en de streepjes. Hier loopt hij niet door, aan één kant in ieder geval. Nee, dat is eigenlijk de kant waar je werkt, zeg maar. Ja. Zo. En die is ook 40 bij 28 centimeter. Hebben we ook in dezelfde kleuren. Rood, groen, blauw en zwart. De bedrukking is altijd in goudgeel kleur. Die kost inderdaad 17,50. Dus 25, 15, 17,50. Allemaal verkrijgbaar aan dezelfde kleuren.